Als ik deze bril aan heb, dan weten jullie al dat iets goed fout is met deze video. In deze video gaan we doen wat niemand durft doen. In deze video gaan we dingen doen die mij mijn kanaal kunnen kosten. In deze video gaan wij YouTubers bekritiseren. En niet de YouTubers met één sub. We gaan de grote jongens aanpakken. In een video die compleet gaat om het roosten van YouTubers. Een video waar ik mijn gepeperde mening over iedereen ga zeggen. Zonder namen te noemen natuurlijk, want daar ben ik de pussy voor. En toch de eerste grote YouTuber. YouTuber in België die dit doet. Ook al zijn er maar een paar grote YouTubers in België. Ik doe het toch! Dames en heren, vandaag is een hele speciale dag. En het is niet alleen zo speciaal omdat ik vandaag mijn examen geschiedenis heb. Ook is het speciaal omdat dit waarschijnlijk mijn laatste video kan zijn. Na deze video word ik niet meer gewaardeerd in de community. Community die oh zo belangrijk is voor mij, wordt vandaag gedestrooid. Dames en heren, zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zal zeggen de meeste dingen die ik net heb gezegd is pure shit, man. Ik ga het wel doen. I'm gonna do it. Dames en heren, let's fucking go. Klaar voor. Of moet ik jullie nog een beetje in de stemming brengen? Op Twitter zetten alle YouTubers altijd: yo, zoveel werk aan mijn video. Knippen en plakken is niet editen. Dat is knutselen. Dus jij denkt dat je veel werk stopt in je video's? Een beetje agar-io spelen. Tuurlijk ben je dat leuk. Elke jongen vindt het nu niet leuk om met ballen te spelen. De enige manier hoe jij aan views kan komen is door content in je thumbnails te zetten. Dat mag eigenlijk wel, want clickbait is iets geworden in deze community. Maar toch niet van je familieleden. Dit is what the fuck. Dus eigenlijk is wat ik nu aan het doen ben gewoon een grote praatvideo van de rap van Joost. Rap van Joost in de beschrijving. Dus jij komt gewoon aan views door andere mensen hun problemen naar voren te brengen. Like, what is this world? Ik ben een YouTuber en ik maak heel graag video's met heel mijn hart. De enige reden waarom je graag YouTube video's machten is omdat je veel cash krijgt voor je fucking gesponsorde video's. Ik doe het voor het plezier en omdat ik mijn publiek wil laten lachen. Je doet het gewoon voor het geld. 10 metro's door een video van 10 minuten. Are you crazy? Mijn inbox staat vol met sponsoringsmails waar ik niet eens op antwoord. Jouw verzonde mails staat vol met mails die je hebt gestuurd naar bedrijven. Je doet het gewoon voor het geld. Maar ik moet dat geld wel oprapen, want ik heb het nodig. Post anders nog een beetje mijn geld op Twitter en Instagram. Ik bedoel gewoon tonen aan je kijkers dat je een beetje flapjes aan de nep verdient. Ik probeer gewoon goede content te maken en ik riskeer mijn leven om jullie gewoon te amuseren. Je riskeert je leven omdat je weet dat je er veel views voor krijgt. Veel views zijn veel centen. Je hebt geen diploma. YouTube is gewoon je laatste hoop. Yes, ik heb 1000 subs. Daarvoor heb je fucking veel reacties onder elke grote YouTuber zijn fucking video gezet. Like for Dutch YouTuber, comment voor IJsid. Val dood. Ik heb gewerkt voor mijn eigen fame. Ik heb geprofiteerd van anderen. Ik snap dat deze video vrij moeilijk te begrijpen is als je niet veel YouTubers kijkt. Als er een discussie is op YouTube, kies ik altijd de partij van de grootste YouTuber. Zodat ik er later gewoon fucking veel views uit kan krijgen. Oh, ik ben zo psycho. Het is 2016 en ik upload nog altijd ongeëdite Minecraft survivals. Maar ik stop heel veel werk in mijn video's. Ik knip geen één keer in mijn praatvideo's. Ik ben echt de hardst werkende YouTuber van Nederland. Kijk, ik noem nu geen namen, maar ik weet dat sommige mensen ze er echt gewoon kunnen uithalen over wie ik aan het spreken ben. De YouTubers van nu zijn zo slecht bezig dat de bedrijven geen interesses meer krijgen in de YouTubers. Dat is bullshit. Bedrijven willen gewoon views. Bedrijven willen gewoon geld. Maar jij bent niet meer relevant omdat je niet meer bekend bent. Oh shit. Stop met het te steken op de jongere YouTubers. Wij zijn hier om jullie van de troon te stoten. Wow. Dat weet je zelf ook. En dat weet je zelf ook. Ja, koop mijn merchandise. Maar wat is er leuker dan rondlopen met mijn naam op jouw t-shirt? Gratis promotie. Het is niet omdat je video's maakt dat je YouTuber bent. Je hebt gewoon de squad gepijpt voor views. Wacht, ging die over mij? Shit. I just roasted myself. Like deze video en ik bel de politie. Of moet ik zeggen, like deze video en ik krijg meer views. Ik hou van mijn kijkers. Ik houd van je kijkers omdat ze je video's kijken omdat je daar geld uit krijgt. Je kent die mensen niet. Als je ze ziet op een meeting, geef je ze niet eens een knuffel. Ah. Als je naar mij komt met een Doe Maar Game shirt, dan neem ik geen foto mee. Ik heb mezelf nu alweer geroast. Mijn video's zijn gewoon rip-offs van Amerikaanse YouTubers. Maar mijn kijkers zijn te hersenloos om dat te zien. Dus ze denken dat ik origineel ben. Eigenlijk vind ik mijn eigen merchandise ook fucking lelijk, maar koop het toch wanneer ik verdien geld dan. Kijk, ik forceer mijn kaaklijn voor de views. Ik haat YouTubers die vragen om likes. Maar dat zeg ik gewoon omdat ik geen likes krijg. Ik moet altijd andere mensen in mijn video's gebruiken omdat ik anders niet genoeg views heb. Eigenlijk edit ik mijn video's niet zelf, maar ik werk wel heel hard voor YouTube. Ik
gebruik een fisheye en ik zet een rare effect over mijn video's, maar ik doe één hornioos niet na. Ik lieg over alles voor de views. Ik zeg dat ik fake pranks haat, maar eigenlijk is wat ik doe nog 10 keer erger. De enige video's van mij die views krijgen gaan over seks, tetten, borsten, vrouwen in het algemeen. Want als ik iets anders doe, krijg ik geen geld. En dat was eigenlijk YouTube Nederland en België in een korte video. Als je nu wel echt hetzelfde gaat doen, maar dan in plaats van over YouTubers, over kijkers, doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik geef geen fuck. Yo. Zoals ik zei, ik heb geen namen genoemd. Maar waarschijnlijk kunnen sommige mensen de meeste er wel uithalen. Dus let's fucking go. Yo's, bitches.